Om de leidende positie in de voedingsindustrie te behouden, is innovatie en samenwerking noodzakelijk. Nieuwe producten zijn het concrete resultaat. We hebben een low fat bladerdeeg ontwikkeld. Dat komt omdat wij veel verstand hebben van bak-eigenschappen en in die bladerdeeg-wereld zitten. Nou, uh, Smilde heeft heel veel verstand van uh, vet en olie en het gedrag daarvan als uh, zeg maar bouwstenen in een voedingsmiddelenproduct. Daarin weet je elkaar heel makkelijk te vinden en weet je gewoon een, een mooi product te ontwikkelen wat ook werkt. Dus dat is ja, op zich geen uh, baandoorbrekende innovatie, maar wel een haalbare innovatie die er ook toe doet. Uh, en waar de bedrijven ook echt nut van hebben en, en de klant ook om vraagt. We hebben ook een tomaatje nu. Ja, dan zeg je obesitas. Ja, obesitas: het vet komt bij elkaar in je lichaam. We hebben een tomaatje wat juist zorgt dat het vet niet bij elkaar komt. En ik heb vier weken geprobeerd, ik ben vier kilo kwijt. Maar ja, we zullen kijken wat dat wordt. En ook moeten we dat laten onderzoeken. Maar ja, daarin zijn we ook weer de koploper. Waarom zou je niet iets kunnen bedenken dat je een product in een magnetron opwarmt zodanig dat de consistentie van het product zodanig is dat die ook nog erg lekker is? En dat mensen zeggen: hé, hey, dat lijkt wel net vers uit de oven. Dat lijkt schier onmogelijk, maar als je de krachten bundelt, dan weet ik zeker dat we er ooit een keer een goed product uit kunnen krijgen. We zijn nu op dit moment bezig met een geo-warmteproject om het warmwater van 3400 meter diep naar beneden te halen. Daarnaast zijn er nog nieuwe systemen worden ontwikkeld waar we zeg maar uit vochtwarmte kunnen halen, wat in de kast is. Eventueel warmte wat je in de zomer over hebt van de zon op te slaan in de grond en dat in de winter weer omhoog te halen. Dus volop ontwikkeling. En wat kunt u de foodbedrijven bieden? Ja, ik denk dat het een unieke gelegenheid is hier, zoals wij in Noord-Nederland met onze sterke sectoren, food en agri en ook watertechnologie bij elkaar. een unieke kans hebben om nieuwe technologieën ook in de food- en agribusiness te introduceren. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we gezamenlijk met de industrie op zoek gaan naar, naar, naar slimme nieuwe methodes. om daarmee de productieprocessen te optimaliseren. Het uitgangspunt van de sector is groei. Om dit te bereiken moeten bedrijven scherp blijven en de concurrentie een stap voor zijn. Maar innovatie is geen toverformule. Innovatie moet zeker geen doel op zich zijn, het is een middel. En lang niet iedere bedrijf is ook geschikt om te innoveren. Dus je moet elkaar makkelijk vinden, je moet elkaar helpen. Nou, daar is een netwerk als in nexus perfect voor. Dat is laagdrempelig, daar worden voldoende activiteiten aangeboden zodat bedrijven elkaar ook kunnen vinden. Dat is toch wel de kracht, wil je in de toekomst overleven, dat je iedere keer een stapje beter bent dan gisteren. Wij noemen dat continu verbeteren, iedere dag weer. En dat doen we dus vanaf het laagste echelon in het bedrijf. Tot, uh, zeg maar, uh, van, van buitendienst tot binnendienst, van logistiek tot productie. Je moet het iedere dag weer beter doen. Want op het moment dat je nu een 8 scoort en de klant vraagt een 7, dan doe je het heel goed. Maar als je denkt, nou ik heb een mooie 8, we kunnen mooi achterover hangen. Dan uh, mis je het wel. Want uiteindelijk schrijft de tijd voor en is straks jouw 8, misschien ter opzichte van de schaal van 12. Want de klant gaat wel verder en onvoldoende geworden, en dan heb je het nakijken.